De Algemene Surinaamse Houtunie, ASU, pleit voor structurele verandering binnen de houtsector. Met name de export van rondhout moet volgens de organisatie aan banden gelegd worden. André Sultan Singh, voorzitter van de Unie, benadrukt dat lokale zagerijen momenteel heel weinig rondhout krijgen voor de lokale markt. Hij stelt dat er vanuit de overheid weinig gecommuniceerd wordt met de ASU. Sultan Singh is daarom positief gestemd dat er gisteren een tweede gesprek heeft plaatsgehad met minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme. Rondhout is een grondstof in feite. En aan grondstof moet je waarde toevoegen. In ons geval zul je dat hout moeten zagen, verder verwerken. Dan heeft het een hogere omzetwaarde, sowieso. Je kunt het duurder verkopen. En als je duurder verkoopt, kun je veel meer verdienen. En als land verdienen we veel te weinig daaraan. Is dat goed doordrongen bij de mensen hier in Suriname? Kijk, ik timmer al langer dan vandaag aan de weg. En ik moet zeggen dat ik al vanaf 1985 pleit voor het afschaffen van rondhoutexport. Hey, de minister heeft een heel goede benadering gehad door onder andere te wijzen of van luister. Als ik die zaak aan banden leg, of ik schaf het af, ik weet niet wat hij zal besluiten, creëer ik meer werkgelegenheid hier in dit land. De ASU is het ook niet eens met de wijze waarop houttransport wordt gereguleerd door de overheid. Daarover wil Sultan Singh ook graag met de minister van Openbare Werken praten. De praktijk is wel op dit moment dat de wegenautoriteit op haar manier de houttrucks weegt en de mensen beboet. Ja. Ook dat is discutabel op dit moment. Ja. Omdat ik niet weet of zij die bevoegdheid hebben, noem maar op. Dus. Maar goed, ze doen het gewoon. En het mooie van die zaak is, wanneer zij dingen constateren die niet door de beugel kunnen, leggen ze die boetes op. En dan komt het mooie. Dan zeggen ze, meneer, je bent overbeladen. Rijd terug. Wat te veel is, dump je weer van waar je het hebt gehaald. En dan mag je verder rijden. We laten elkaar niet voor de gek houden. Als die man al 80 tot 100 kilometer heeft afgelegd, je beboet hem en je stuurt hem weer 100 kilometer terug om uit te laden wat te veel is en dan mag hij verder rijden, dan rijdt hij weer over diezelfde weg. André Sultan Singh, voorzitter van de Algemene Surinaamse Houtunie, ASU. Deze organisatie pleit voor goede ordening van de houtsector.